Goedemorgen. Rob Muns. Charles Klaassen. Ja, meneer Klaassen. Wat is er precies aan de hand? Zullen we eerst even koffie drinken? Wij barsten hier van de elektrostress. Bent u bellen van origine? Nee, wat zijn uw klachten eigenlijk? Weet je altijd al precies je klachten? Ik heb gewoon maag. Ik heb wel wat mijn maag, maar dan denk ik, ja, dat zal wel van al dat eten komen. Met foie gras. Nee, niet van de foie gras, daar krijg je maagklachten van. Hoogstens darmklachten. Als ik zo de televisie kijk, dan moet ik aannemen dat u kunt koken. Dus daar krijg je dan beslist geen maagklachten van. Maar ze hebben in Amerika al uitgevonden dat als je aan het bellen bent, dat binnen in de hersenen de temperatuur kan oplopen tot 45 graden Celsius. Ah, dat is zo raar. U beweert dat als je mobiel telefoneert, dat je hersenen 45 graden Celsius worden. Die kunnen binnenin 6 centimeter diep, kan dat 45 graden Celsius worden. Ik geloof dat. Ja? Hoe lang moet je dan bellen? Nu ben ik hier, nou doe ik even zo, want hier komt Nederland 1 voorbij. Ik doe zo en dan komt de BBC hier voorbij. Je ziet het niet, je ruikt het niet, je hoort het niet, maar het is er wel. En zo is dat ook met straling. Nee, ieder mens heeft toch tegenwoordig een opladertje in de auto. Straling, joh. De brandende vraag is, als dat nou allemaal zo is met die stralingen, waarom wordt het niet verboden? Dat is een hele goede vraag. En dat is het kapitaal. Er is heel veel geld mee gemoeid. Over straling gesproken. Hallo? Cellulair telefoon, Russian roulette. Dat wil zeggen, iedere keer als je belt, heb je een pistool tegen je hoofd. Ja. Waarbij je de kans hebt dat je een tumor maakt. En heb je een klein tumortje aangemaakt, dan gaat die iedere keer groeien. Mag je koffie doen? Ja. Kijk, die signalen die je nu hoort, moet zijn hoofd ook allemaal verwerken. En op een gegeven moment zegt dat knap, doe het zelf maar. Stroom moet van de telefoon af. Ja. Durf je dat? Jo. Dan heb je geen telefoon. Nou ja, dan zijn we even niet bereikbaar, maakt niet uit. Ja, sorry. Gaan we gewoon liggen? Joop zet nu de telefoon uit. Hey. Hé, dat ding gaat gewoon een stuk minder piepen. Ja, dan heb je veel minder signaal. Het is het dekstation, het basisstation, wat constant 24 uur per dag staat te bleren. En dat is gepulst met 100 hertz. Dat wil zeggen, per seconde komen er 100 hele steile pulsjes op je af. Bel even mevrouw. UMTS doet maar 1 megabit per seconde. Dus ze weten dat UMTS een verloren zaak is. MTS, jongens. Ik heb wel eens van de MTS gehoord. Maar UMTS, dat is dat nieuwe telefoonsysteem met die beelddingen erop, dat je voetbalwedstrijden kan zien en weet ik wat allemaal. Als ik een pilletje op de markt wil brengen, wat kanker binnen een maand geneest. Dat kan. Dan duurt dat 20 jaar eer dat op de markt komt. Ja, want dat moet getest worden. Juist. En deze nieuwe technologie, die donderen zomaar op de markt, zonder dat daar iets aan onderzocht is. UMTS is niets aan onderzocht. Loopt u zo'n rondje hier? Hoofdpijn, vermoeidheid, slapeloosheid, slecht zien, oorsuizingen, onregelmatige suikerspiegels, geheugenstoornissen, hartritmestoornissen, maag- en darmklachten, problemen met de blaas, pijn in gewrichten. Elektrosensibele mensen kunnen daar enorm veel last van hebben. Ik heb hier een meter om statische elektriciteit te meten, elektroveldmeter. Een geigerteller, die heb ik hier ook. Dat is tegen? Radioactiviteit, gammastralen. Oh. Heeft je ook last van gammastralen? Dat valt nogal mee. De straling door je huis. De straling door je huis, da-da-da-la-la-la. De straling en de tyfus en de kanker. Straling in je huis, de straling in je huis. Nou, tot de volgende.